In de berm van de Kranenburgse straat in Groesbeek worden sinds zaterdagavond talloze bloemen gelegd. Op die plaats wordt de 18-jarige inwoner van Groesbeek herdacht, die zaterdag na een ongeval met zijn scooter overleed. Bekenden en onbekenden van de jongen komen er bijeen om elkaar te steunen en te troosten. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval, maar wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht.